Ik heb weer een huisje bekeken, dit keer in de Marktsteeg. Hij is instapklaar, hij was leuk afgewerkt en ik ben best wel enthousiast. Ik ben zo enthousiast dat ik wel een bod wil uitbrengen. Hij staat momenteel te koop voor 175.000 euro, binnen mijn budget dus. Maar ja, ik moet wel wat gaan overbieden. Hoeveel, dat vind ik nog een beetje lastig te bepalen, maar ik ben eruit gekomen dat ik een bod wil uitbrengen van 186.000 euro, 186.750 euro. Een beetje een apart bedrag, maar ik heb het gevoel dat ik net iets boven de 10.000 eroverheen, zeg maar. En net boven die markt van 185.000 euro. En het is een beetje een apart bedrag, waardoor ik misschien wat meer opval. Ik heb geen idee of het genoeg is, maar ja, we moeten ergens beginnen. Ik heb na de bezichtiging van de verkoopmakelaar een biedingsformulier gekregen. Hiermee kan ik mijn bod uitbrengen. We gaan hem even doornemen. Bovenaan vragen ze een aantal standaardgegevens zoals mijn naam en mijn adres. Dan komen we bij de aanvaardingsdatum. Dat is eigenlijk de datum waarop ik de overdracht wil laten plaatsvinden. Het kan zijn dat ik mijn huis misschien nog moet verkopen, dat ik graag pas volgend jaar de aanvaardingsdatum wil hebben. Maar wat mij betreft kan niet snel genoeg gebeuren, dus ik zet er neer zo snel mogelijk. Maar dan komen we bij een punt, daar moet even opletten, namelijk de ontbindende voorwaarden. En dan bij punt 1, voorbehoud van financiering. En dat houdt eigenlijk in als ik daar ja en vul van, ik wil voorbehoud van financiering. Als ik straks mijn hypotheek niet rondkrijg, dan kan ik er nog vanaf zien. Maar als ik daar nee invul en ik heb het voorlopig koopcontract al getekend, dan kan het zo zijn dat ik de financiering dus niet rondkrijg. En dan moet ik 10% van de marktwaarde als boete betalen. Dus dat is wel even een risico. Nu heb ik even met Marco gebeld en er even over gehad van ja, hoeveel risico loop ik nog dat ik mijn hypotheek niet rondkrijg. En dan zegt hij van ja, check even of je een BKR-registratie hebt. Dus misschien dat je een bepaalde abonnementen hebt lopen of schulden, et cetera. Nou, die heb ik even gedaan. Dat is gewoon een online test. Ik heb geen BKR-registratie, dus dat scheelt. Daarna zei hij van ja, je cijfers zijn goed, je hebt goede jaren gedraaid. Dus ik zie niet heel veel beren op de weg dat dit nog fout kan gaan. En als ik hier nu ja neer zet, ik wil voorbehoud van financiering hebben. En iemand anders zet er nee neer. Dan kan diegene die zegt van nee, ik heb geen voorbehoud van financiering en hij heeft hetzelfde bod als mij, een voorsprong hebben op mij. Dus dat is even een dingetje. Dus ik denk dat ik daar neerzet, nee, geen voorbehoud van financiering. Maar dat is wel een groot risico dus. Daarnaast komen we bij het punt voorbehoud technische keuring. Dus wil ik eerst even een technici mannetje door dit huis heen laten lopen. Die voor mij even een rapportje maakt van wat er wel en niet goed is. Daarbij neig ik ook naar nee, want het huis is net verbouwd. En ja, ik wil ook dat stapje voor hebben op andere bieders. Dan is het nog het punt voorbehoud verkoop eigen woning. Nou, die heb ik niet, dus dat is makkelijk invullen, nee. Andere bijzonderheden ook niet. En dan komen we eigenlijk bij een handtekening zetten, datum invullen en de plaats. En dan kan ik het bod uitbrengen. Ik heb het biedingsformulier ingescand en gemaild naar de makelaar. En het enige wat ik nu nog kan doen is afwachten. Ik weet dat de prijzen vrij hoog liggen. Ik hoor ook wel eens voorbeelden van huizen waar bijvoorbeeld mijn ouders vroeger gekeken hebben. En die stond dan voor 170.000. te kopen, die staat nu richting de 3 ton, zeg maar. Dus je weet wel dat het in die verschillende jaren wel heel erg omhoog is gegaan. Als ik de oplossing voor dit probleem had, dan had ik daar iets mee gedaan. Ik wou dat ik het had. Het woningbouwprogramma is door de overheid losgelaten. Dus dat wordt nu gewoon door gemeente of door projectontwikkelaars bepaald. En er is niet een quota vanuit het Rijk van, nou ja, we moeten voor die datum zoveel woningen bijbouwen. Wat vroeger wel was. Het feit dat ik zo moet overbieden komt uiteraard dat er heel veel geïnteresseerden zijn, maar dat er heel weinig aanbod is. Maar degene die misschien wat meeste invloed heeft op dat aanbod is de gemeente. En ik ben dus ook wel benieuwd wat ze voor mij als starter kunnen betekenen. Dus ik heb ze gebeld en ik mag langskomen voor een gesprek met de wethouder. Goedemiddag. Goedemiddag Nori. Welkom bij de gemeente. Dank u wel. Je had een paar vragen over het kopen van een huis. Dat klopt inderdaad. Gaan we antwoord op geven. Ja, top. Hoe verder? Jan-Peter, je bent wethouder hier in Kampen. Woon je zelf ook in Kampen? Ik woon in de gemeente Kampen. Dat moet ook als wethouder. Ja. Ik woon wel aan de andere kant van de brug, dus in het gedeelte van IJsselmuiden. Ja. Maar ik ben inderdaad echt geboren en getogen in de stad Kampen. Dan kijk je wel op het mooie deel van Kampen. Ja, als je van Kampen houdt, maar je wilt heel mooi wonen, dan ga je aan de overkant wonen. Ja, ja. Precies. Kijk aan. Ik heb een aantal vraagjes, waaronder ik krijg veel verhalen van anderen en ik merk het nu zelf.
dat veel mensen een huis zoeken, maar eigenlijk weinig huizen te koop zijn. In Kampen is dat ook. Heb jij misschien een idee hoe dat komt? Nou, Kampen is natuurlijk sowieso geliefd als plek om te wonen. Maar we zien ook de drukte op de woningmarkt in heel Nederland. De rente is laag, mensen willen graag iets kopen. Dus dat geeft ook veel meer vraag. Dus we zullen echt een stapje erbij moeten doen. Want wat jouw probleem is, het aantal woningen wat beschikbaar is, dat herken ik heel goed. Wat zijn nou de exacte maatregelen of dingen die Kampen eigenlijk wil doen om dit probleem aan te pakken? We proberen meer woningen te gaan bouwen de komende 10 jaar. We proberen te versnellen, meer in ontwikkeling te nemen. Dus wij gaan gewoon 150 woningen extra bouwen, ja, bovenop onze plannen. Dus we proberen daardoor ook meer aanbod te creëren. Ja, we produceren natuurlijk heel veel stikstof en daardoor mogen er geen woningen meer gebouwd worden. Ja, dan krijg je op een gegeven moment een woningnood. Er komen wel steeds meer Nederlanders bij. Daarnaast heb je te maken met een crisis. Als een crisis, dan wordt alles stopgezet, want er is geen geld, er is geen middelen, alles gaat failliet. Vervolgens, als het weer beter gaat, wordt er weer gebouwd. Maar de vraag die wel oploopt, ja, die is nog vanuit de crisis. Waardoor het eigenlijk dat zorgt dat je, ja, gewoon te weinig huizen hebt en te weinig wordt bijgebouwd. Of veel in een duurder segment, omdat daar het meeste winst te behalen is. Nee, ja, je kunt wel zeggen bijbouwen. Maar ja, er is maar zoveel ruimte en je wil ook nog een beetje groen houden. Heel veel mensen zeggen dat je als belegger geen huizen meer mag hebben. Maar ja, dat is ook wel weer lastig. Je moet ook wel weer een vrije huursector houden, denk ik. En dat er gewoon heel veel geïnteresseerden zijn. Ik denk dat er veel meer starterswoningen moeten komen. En dat er veel meer moet gekeken worden naar gunstige prijzen voor starters. Ja, ja, zolang dat niet gebeurt of niet voldoende gebeurt, ja, dan blijft die gekte in Nederland in ieder geval in stand. Ja. Eén voordeel bij het feit dat je zo snel moet bieden is dat je ook snel antwoord krijgt. Het is nu 3 dagen later nadat ik geboden heb op de marktsteeg en ik heb een reactie gehad. Maar helaas, ik ben het niet geworden. Ik heb de verkoopster nog gevraagd van, zat ik er ver vanaf? Dat wilde ze niet precies zeggen, maar ik zat niet echt bij de kanshebbers. Nou ja, door naar de volgende. Ik hoop dat de gemeente Kampen nog wat tips heeft. Ik heb van de wethouder begrepen dat jij mij iets meer kunt vertellen over de type woningen en wat voor prijsklasse eraan hangt. Ja, dat hangt natuurlijk af van de grootte en het soort woning. Maar we proberen ook woningen, ja, onder de 225.000 te laten aanbieden. Zodat ze echt ook voor starters bereikbaar zijn. Want daarboven wordt het voor starters vaak toch heel erg lastig. Maar als je dan alleenstaand bent en je hebt net een baan of wat dan ook, dan is boven de 2 ton ook nog wel vrij fors. Ja. Dat is een heleboel geld. Daarom heeft de gemeente ook een starterslening. En ja, die starterslening is voor woningen tot 185.000. Ja. En voor mensen die een wat lager inkomen hebben, die maximaal tot 160.000 kunnen lenen, ja, die kunnen dan die laatste 25.000 die starterslening gebruiken. Kijk aan. Dus daarmee hopen we juist die middeninkomers een handje te helpen. Alleen, ik ben nu al een tijdje aan het zoeken en de huisjes die beschikbaar worden, of komen eigenlijk, die zijn al redelijk rond die prijs, al wel niet erboven. Ja. Is het eigenlijk niet te laag? We hebben het dit jaar overigens verhoogd van 160 naar 185, omdat we zagen dat de prijzen aan het stijgen zijn. Ja. We denken dat we hiermee toch een doelgroep kunnen helpen om woningen te kopen. Dat is wel de onderkant, hè. Dat zijn de echt betaalbare woningen. En we zullen wel kijken wat dat voor vraag oproept. En misschien, als de vraag anders is, dan zullen wij misschien nog moeten bijschakelen naar een hoger bedrag. Maar we gaan eerst kijken of die 185.000 euro, zoals het er nu is, of dat een reëel bedrag is. Kijk aan. En hoe ga ik dat gesprek met de gemeente aan? En hoe kaart ik aan dat het... Ja, voor ons nieuwe beleid gaan we in ieder geval samen met heel veel professionele partijen, maar ook met de inwoners, in gesprek. Welke woningen gaan we bouwen? Als we meer gaan bouwen, wat wordt het dan? Is dat dan voor de starters bijvoorbeeld? Die vraag herken ik trouwens heel goed. Dus dat zou een item kunnen zijn. Maar ook ouderen die best een woning willen kopen die voor hun passend is. Ja. En geen aanbod hebben. Dus ja, om die woningmarkt in beweging te krijgen, is het belangrijk om die doelgroep ook te bedienen. Maar dat hoor ik soms wel eens van, is het misschien niet handig, want heel veel ouderen die nog in een groot huis zitten, waar de kids al uit huis zijn, die willen eigenlijk wel gelijksvloers gaan wonen. Of ja, in een bungalow, et cetera. Maar die huizen die zijn er niet, dus ze kunnen ook niet verder, waardoor dit ook niet doorstroomt. Nee, dan houden wij de impasse wel in stand. Want wij merken dat de woningen die wij gaan bouwen, met bijvoorbeeld een slaapkamer op de benedenetage,
Die zijn zo weg. Dat is een gigantische vraag. Nou, dat is voor ons een signaal om juist die categorie ook toe te voegen. Ja. Samen met onze ontwikkelaars natuurlijk. En als wij dat kunnen bereiken, ja, dan betekent ook dat middengedeelte waar ze nu in wonen, die eensgezinswoningen die ze nu meer nodig hebben, dat die vrijkomen. Nou, en dan hoop ik dat die hele woningmarkt wat in beweging komt. Ja. Kampen bouwt nu zo'n 250 woningen per jaar. Ja. Dus het is belangrijk dat je alles goed in de gaten houdt van wat er te koop wordt aangeboden. Ja. Het bouwen van een nieuwbouwwoning duurt, als het een eengezinswoning is, zo'n half jaar. Ja. Als het appartementen zijn, is de bouwtijd vaak een jaar. Dus als je echt binnen een jaar wil verhuizen, dan zit je meestal bij bestaande bouw. Oké, dat wordt nog lastig. Ja. Ja, okay. Maar in ieder geval voor mensen die de serie gaan kijken en over een jaartje willen gaan kopen, die hebben een stuk meer kans dan ik dat zou hebben. Ja, een stuk meer huizen. Goed ja. om te horen. Ik begreep dat je me nog een stukje wil laten zien van Kampen, waar juist die nieuwe huizen gebouwd gaan worden. Ik laat je zien waar wij een hele mooie wijk toevoegen en waar de kansen zijn. Norde, jij vroeg mij waar je zou kunnen wonen in Kampen. Precies. Om als starter ook te beginnen. Ja. Kijk om je heen, onze nieuwste wijk, Stationskwartier. Een station inderdaad binnen handbereik, winkels aan de rechterkant, een park aan je linkerkant en wordt er volop gebouwd. 2300 woningen gaan we hier nog bouwen of zijn er al gebouwd. Ik zie volop kansen voor jou. Volop kansen, dat klinkt veelbelovend. Als eerste willen ze meer gaan bouwen. Dat lijkt me een goed idee, want ja, dan krijg je in ieder geval meer aanbod. Ten tweede is de starterslening dus verhoogd van 160 naar 180 en op het moment van filmen in het nieuwe jaar is het zelfs verhoogd van 180.000 naar 225.000 euro. Want zoals de wethouder zelf in de krant zegt, ik quote, voor 185.000 euro heb je in Kampen niet heel veel soeps meer. En jullie weten hoeveel ik kan lenen. Inderdaad, 185.000 euro. En dat mooie stationskwartier is inderdaad heel mooi, maar voor een starter niet. Want de huizen beginnen daar bij de 2,5 ton. En ik snap het wel, als gemeente kun je niet zomaar genoeg woningen uit de grond stampen. Dat kost tijd. Maar voor een starter die nu iets zoekt, is het wel vervelend. Ja, wat ik het meest lastig vond tijdens het kopen van een huis, is dat je bezichtigingen doet. Helemaal enthousiast bent over een huis en dan denkt dat je een supergoed bod uitbrengt. En dat er dan gewoon echt keiveel overheen wordt geboden. Ja, en dat je dan eigenlijk keer op keer teleurgesteld wordt. We hadden echt voor ons gevoel het droomhuis gevonden. We hadden een super toffe woning gevonden. Uiteindelijk natuurlijk blij dat we die niet hebben gekregen, maar deze. Maar ja, daar wilden we echt heel graag wonen. En ja, daar waren we gewoon volgens mij met 15.000 euro overboden. Nou ja, en iedere keer toch wel die klap krijgen van, volgens mij hebben we op 5 huizen geboden. Ja. Dit was de 5e. Ja, en er zijn gewoon 4 huizen geweest waarbij je dan super teleurgesteld wordt. Ja. En op een gegeven moment waren we er ook echt klaar mee. Ja, ik was er echt klaar mee. Je wordt gewoon eigenlijk verliefd en je relatie gaat uit. Ja. Zo voelt het een beetje. Vier. Ja, dus dat vond ik echt lastig. Ja. Ik had niet gedacht dat het zoveel met je zou doen om elke keer weer te horen dat het niet is geworden. Ja. Ik had dat als een wat soepeler en wat makkelijker proces gezien, ja, dat wel. Ja. Ja, en we zagen laatst het eerste huis waar wij een bod op hebben gedaan. Ja. Dat verkocht is voor de. Ja, dat was voor wel de bedrag dat wij ook al hadden geboden. Dus dat is, ja, dat zijn wel een beetje zure dingen. Dat je denkt, waar zit het hem dan in dat die mensen het wel hebben gekregen? Ja, wat je ook heel vaak ziet, en dat werd ons ook verteld door onze aankoopmakelaar: een huis is iets waard en vaak is dat de vraagprijs. En hoe graag wil je er wonen, dat leg je erbij op en dat is je bod. Ja. En als er mensen zijn die er heel graag willen wonen, dan hebben ze daar ook echt veel geld voor over. Ja, en het nadeel tegenwoordig is ook dat je, als je woning lager wordt getaxeerd dan je aankoopprijs, dan moet je alles gewoon bijleggen. Dus dat is ook een bepaald risico die je dan neemt als je overbiedt. Dus uiteindelijk hebben wij een klein beetje overgeboden voor ons gevoel. Nou, een klein beetje. Wij hebben 7500 euro overgeboden. Is het dus nog best wel wat, maar ja, we wilden het gewoon zo graag en we wilden gewoon niet weer teleurgesteld worden. Dus we dachten van nou, we gaan gewoon nu geen risico's nemen en we gaan gewoon zo'n bod uitbrengen. Ja.
Over een bod uitbrengen gesproken, ik heb weer een kans hebben. Een oud klasgenoot van mij heeft haar woning te koop staan, dus ik heb een kleine voorsprong / gunning vergeleken bij een onbekende. Het huis staat nu te koop voor 197,5, dus wat boven mijn budget, maar het huis is helemaal af, dus ik hoef er eigenlijk niks meer aan te doen. Net zoals die vorige eigenlijk. Ik ga er 215,215 op bieden. Ik ben benieuwd, het is weer afwachten. Ik ben wel benieuwd. Heb jij misschien een idee hoe we deze huizencrisis kunnen oplossen? Laat het even weten in de reacties. In de volgende aflevering gaan we erachter komen of het bod geaccepteerd is. En ik ga in gesprek met Jelle en Sharona, want hun hebben hun huis gekocht via Facebook. Hoe dat in elkaar zit, zie je de volgende keer. Tot kiekers!